Mevrouw de voorzitter, in heel Nederland raken we er niet over uitgepraat. En ook in deze Kamer zijn we nu ook alweer 3 uur bezig. De coronacrisis. Het houdt iedereen intens bezig. Een virus waait rond waar we geen greep op hebben. Elke dag nieuwe zieken. Mensen die overlijden. Kinderen niet langer naar school. Veel mensen zonder werk. Kerkdiensten sterk ingeperkt. Het raakte me dat een oude man die ik van de week sprak zei... Dit heb ik zelfs in de oorlog niet meegemaakt. En dat geeft ook wel de beleving van mensen aan. Een crisistijd vraagt om actie. En dat zien we deze dagen volop. En velen hebben vandaag al hun terechte respect geuit voor alle zorgwerkers die dag en nacht in touw zijn. En dat nationale applaus was heel mooi. Voorzitter, de actie die dat voor politiek betekent, is ook om alles op alles te zetten voor de regering, voor goede beschermingsmiddelen voor het zorgpersoneel. Wat doet het kabinet concreet om die tekorten aan beschermingsmiddelen, aan testcapaciteit, om die aan te vullen? En welke alternatieve behandelingen zijn er ook om te voorkomen dat mensen op de intensive care terechtkomen? Hoe kan eerder met bijvoorbeeld ook CT-scans worden ingezet om het virus te onderkennen en daarmee ook het zorgpersoneel te beschermen? De regering kwam met beschermende maatregelen, daarna met een economisch noodpakket. Dat is goed. Ook vanuit de samenleving zijn er heel veel toonbeelden van omzien naar elkaar. Oppassen, boodschappen doen, steun geven. Gewoon hartverwarmend. Ook kerken nemen veel initiatief op veel plekken in het land. En je zag vandaag nog dat onder de titel Niet Alleen veel kerkelijke gemeenschappen de handen uit de mouwen, maar ook de hand naar elkaar toe reiken. Ze brengen wensen en mogelijkheden bij elkaar. En overigens is ook dit initiatief niet alleen, staat niet alleen, niet op zichzelf, gelukkig niet. Voorzitter, de minister-president heeft het van de week indringend duidelijk gemaakt. We moeten de komende tijd leren omgaan met het coronavirus. Een groot deel van de bevolking zal ziek worden. En het is een ernstige werkelijkheid dat er ook veel mensen overlijden aan het virus. En ik heb heel specifiek daarover ook nog te vragen. Hoe zorgen we ervoor dat als het levenseinde nadert, mensen niet in eenzaamheid sterven? En kunnen familie en geestelijke verzorgers er altijd bij blijven staan? Voorzitter, het is met alle wetenschap die we ook proberen te betrekken, uiteindelijk toch wat we nu moeten doen, varen in mist. Er zijn heel veel onzekerheden waarbinnen een koers moet worden gekozen. En ik vond de technische briefing van vanmorgen ook nuttig en verhelderend. Dat de doelen van de maatregelen zijn, hoe kunnen we kwetsbare groepen beschermen? Hoe kunnen we zorg blijven bieden? Hoe kunnen we bijdragen aan een zo laag mogelijk sterftecijfer? En inderdaad, het is al uitgebreid gewisseld, die groepsimmuniteit heeft wat onduidelijkheid, wat verwarring gegeven. Het is toegelicht dat het niet een doel is, maar eerder een gevolg. Misschien even de eenvoudige controlevraag. Als je even de hele discussie van de groepsimmuniteit wegdenkt, zou je dan op een andere aanpak uitkomen dan nu gevolgd wordt? Daar hoor ik graag toch de reactie van de minister-president op. En eerder zagen we bij het Outbreak Management Team dat er ook steeds aan het einde nog een aantal maatregelen werden gezegd. Die kan je hierna nemen. Nu was het een blanco bladzij. Wat betekent dat? Wat zijn maatregelen die nog hierna kunnen volgen? Ik laat dat lockdown maar even weg. Ik vind dat eigenlijk een hele verwarrende term. Ik hoor liever in termen van concrete maatregelen. Wat we in de huidige situatie van weggaande maatregelen nog aan mogelijkheden zien. Voorzitter, ik wil ook speciaal aandacht voor mantelzorgers vragen. De heer Krol deed dat ook al. Het effect is dat we van bepaalde maatregelen ter bescherming van kwetsbare mensen zien, is dat juist ook ouderen met dementie bijvoorbeeld niet meer opgevangen worden in de dagopvang. Maar die komen dan wel thuis te zitten. Hoe zorgen we ervoor dat er voor hen ook hulp is? Wil het kabinet overleggen met gemeenten en zorgaanbieders hoe mantelzorgers beter ontlast kunnen worden? Ik heb op Facebook daar ook een oproep voor gedaan. Ik krijg heel veel verhalen van mantelzorgers ook in de problemen. Voorzitter, het is goed dat het pakket steunmaatregelen is gekomen. Ik zei het al, daar zal vast nog uitgebreider over gesproken worden. Mag ik nog een paar korte punten daarin benoemen? Ik hoor ook nog signalen uit glas en tuinbouw dat zij zeggen, seizoensarbeid staat stil door de dichte grenzen. Hoe komen wij aan mensen? Wat zijn de perspectieven daarvoor? In de bouwsector hoor ik dat ook de gemeente wel een lockdown hebben in de zin dat je niet meer aan je bouwvergunning komt, naar PFAS en alle andere ellende. Is dat nodig? Welke mogelijkheden zijn er om dat door te kunnen laten gaan?
En een hele praktische vraag vanuit de supermarkten. Kan het bedrag om contactloos te betalen niet worden opgehoogd van 25 naar bijvoorbeeld 100 euro? Dat niet iedereen met zijn vingers in dat apparaat zijn pincode moet invoeren. Het lijkt mij een hele simpele, maar wel behulpzame maatregel. Dus ik hoor graag ook een reactie erop. En tot slot nog over die maatregelen. Hoe komt het dat er inmiddels makkelijker aan wiet te komen is in dit land dan aan eieren? Stellen we dan niet de verkeerde prioriteiten? Mevrouw de voorzitter, een crisistijd vraagt om actie. Daar ben ik mee begonnen. Maar een crisis, dat schudt aan de grondvesten van waarop we staan in dit land. En dan is het ook altijd goed om tot inkeer, tot bezinning te komen. En het is heel mooi dat het ook vandaag weer samenvalt met een dag van gebed. Een dag van nationaal gebed roept ons vandaag daartoe in het bijzonder op. En vandaag zullen veel kerkklokken ook luiden, heb ik begrepen, om daarbij stil te staan. En dat is de biddag van de vorige week. Staat dat in een lange Nederlandse traditie om juist ook in tijden van nood de blik omhoog te richten. En mag ik eindigen met wat daarover ook mooi in ons volkslied te vinden is. En dan heb ik het niet over het bekende lied Mijn Schild en de Betrouwen, maar dan heb ik het over een ander couplet. Die spreekt over arme schapen in grote nood. Daar volgt de bemoediging op: uw herder zal niet slapen. En tegelijkertijd klinkt de indringende oproep: tot God wilt u begeven. Zijn heilzaam woord neemt aan. En voorzitter, dat vertrouwen en die oproep uit ons volkslied wil ik hier graag ook hier en in onze samenleving als appel laten klinken. En ik wens het kabinet en alle die verantwoordelijkheid dragen in deze crisis van harte wijsheid en zegen toe. Dank u wel, meneer Van der Staaij.